Abonneer op vegan.nl. Abonneer op vegan.nl. Een hele goede dag, lieve kijkers. Voor de avondmaal ga ik een heerlijke zucchini courgette pasta maken. Nou, ik ga natuurlijk eerst de schil eraf halen. Zoals je ziet, heel glad. Maar heel erg gezond. Nou, de zucchini pasta van courgette is natuurlijk hartstikke geschikt voor vegans. Maar ook voor mensen die zeg maar glutenintolerantie hebben. En niet tegen tarwe kunnen of gluten, noem maar op. Is dit een geweldige uitkomst. Nou, zucchini courgette pasta heb ik vaak gemaakt. Dat zie je ook in mijn andere video's. Nou, je hebt in ieder geval een spijrenlijzer nodig. Dit is mijn puppy. Die noem ik mijn puppy. Het is een spijrenlijzer. En die kun je bij bol.com verkrijgen. Kun je onderaan de beschrijving zien. Nou, het is een heel erg makkelijk apparaat. Je kan wortels, courgette, noem maar op. Kun je allemaal spijrenlijzen. Nou, je zet de courgette in het midden en ga maar spijrenlijzen. En op die manier krijg je een spaghetti-achtige structuur. En het lijkt op pasta. Ik voeg nu extra groenten bij mijn zucchini courgette pasta. Nou, dat is in ieder geval smaaktomaatjes. Eentje in kleine stukjes snijden. Daarna selderij. Goed wassen en in kleine stukjes snijden. Je mag een grote bos, kleine bos, wat jij lekker vindt, ook heel erg gezond voor je. Daarna platte peterselie, ook goed wassen en in hele kleine stukjes snijden en toevoegen bij je courgette pasta. 1 rode ui, hartstikke goed, ik hou van rode ui. En ook natuurlijk in hele kleine stukjes snijden en toevoegen bij je zucchini. Op die manier heb je een heerlijke frisse pasta courgette. Kant en klare vegan burgers lekker bakken. Zit rode bieten in en andere lekkere kruiden. Groente bouillon 2 theelepeltjes toevoegen aan de courgette pasta. Je mag natuurlijk kijken hoeveel je wilt. Daarna doe ik appelazijn erin, biologisch, mag ook citroen. En arganolie, 2 eetlepels. Mag ook olijfolie, wat jij lekker vindt. En daarna voor de kruiden heb ik ook Laos 1 theelepeltje, mag ook 2 theelepeltjes. En daarna lekker roeren. Nou, het ziet er heerlijk uit. Dit is dus de pasta vegan. Ik ga heel even proeven. Ja, zalig. Lekker, fris en gezond. Goed, vegan burgers zijn klaar. Zijn heerlijk knapperig. Lekker bruin. Lekker in olijfolie gebakken met uitjes en peterselie. En dan ga ik serveren. Prima, ik ga er ook heerlijke gebakken knapperige frietjes erbij doen, mag ook aardappeltjes. En dan gaan we lekker eten en genieten. Courgette pasta kun je natuurlijk ook gewoon zo eten, hè, zonder dingen erbij, zonder friet erbij, zonder vegan burgers erbij. Hè. Je kan gewoon echt zo'n hele kom die ik nu gemaakt heb, kun je gewoon helemaal opeten. En dan moet je nagaan hoeveel mineralen en vitamine en vezels er in courgette zit. Dus je kan zoveel eten als je wilt. Prima. Ik ga mijn olevinaise uitproberen, want het is een nieuw voor mij. Er zit olijfolie in en het is natuurlijk helemaal plantaardig, zonder ei. Ja, heerlijk hoor. Het smaakt verrukkelijk. Goed, nou, de maaltijd is klaar. Ik heb genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze heerlijke recept.
En mochten jullie die uit willen proberen, laat het mij weten. Je kunt natuurlijk variëren met saus. Hè. Je kunt ook eigen saus maken, pastasaus, wat je wil, tomatensaus, noem maar op. Nou, ik hoop dat jullie deze video nogmaals leuk hebben gevonden. Geef een thumbs up. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En dan zie ik jullie de volgende keer bij Vegan Lounge. Abonneer op veganlounge.nl. Abonneer op veganlounge.nl.